Jack Tours & Travel bestond gisteren 28 jaar. Directeur Jack Uden kijkt tevreden terug op deze periode. Hij zegt dat de opstartfase van zijn bedrijf in 1989 niet gemakkelijk was. Het was het jaar van de grote vliegramp en een heel turbulente periode voor de Surinaamse luchtvaartsector. En toch heeft het bedrijf zich staande weten te houden. Jack Tours is nu een van de grootste reisagenten van ons land. De boodschap van Uden aan jonge ondernemers is dat ze moeten streven naar continuïteit en niet direct naar winst. Winst moet daarin een middel zijn om die continuïteit te kunnen bewerkstelligen. Nou, en dat houden we vast, waardoor er bepaalde jaren zijn waarop je inderdaad ondermaats bent. Maar omdat continuïteit je beginsel is, weet je hoe je dat moet overklassen om naar het volgend jaar te gaan, om daar weer voordelen te halen. Dus ik ben hoopvol gestemd. We maken moeilijke tijden mee, ja. Ik denk in dit kader en dat zei ik eergisteren weer bij een interview, wil je hebben dat Suriname als toeristenland gaat boomen, dan moeten we, afgezien van alle andere dingen, beginnen om het land tot in rust, tot een fase van rust en fase van die vriendelijkheid, die vriendschappelijkheid die we met elkaar al die jaren hebben gedeeld, dan moeten we dat gaan koesteren. Want dat trekt een passagier, een toerist naar ons toe. Als er te veel chaos is in Suriname, dan mag ik je echt vertellen dat een toerist zich 3 keer, 4, 5 keer zelf zal bedenken om naar Suriname te komen. Dan zegt hij, nou dan ga ik dit jaar elders en dan zie ik maar hoe het volgend jaar daar in dat land weer is. Dus we moeten allerlei dingen doen om die rust in het land te kunnen terugvinden. En ik hoop dat dat echt komt. Uren vindt niet dat de vliegtickets duur zijn, ondanks klachten vanuit de gemeenschap dat de tarieven heel hoog zijn. De directeur van Jack Tours maakt een vergelijking met voorgaande jaren, toen bijvoorbeeld een ticket naar Curaçao meer dan $700 kostte. Nou, ik heb niet het gevoel dat de tickets duur zijn. En dit zeg ik niet om onszelf en airlines op een bolletje te strelen. Ik moet toegeven dat de afgelopen tijden met de actietarieven, echt waar, tarieven heel erg laag nu over de counter gaan, die vroeger veel hoger waren. Natuurlijk kan het altijd lager, maar ik moet toegeven dat de airlines zelfs met de verlaagde tarieven, dat betekent dan ook weer minder inkomsten voor de reisagent op zijn 6%, waar dan ga je 6% op een actietarief ontvangen. Maar dat over het algemeen genomen, ja, behalve in het hoogseizoen, dan gebeuren er dingen waar ik soms ook mijn wenkbrauw voor ons, hoe hoog die tarieven dan kunnen zijn. Maar in deze tijd moet ik toegeven dat vroeger betaalde je een retourticket naar Curaçao voor $700 en $600. Ja. Nu kan je een ticket vinden voor $250 en $260, onder de $300. Dus, ja. En dat komt ook omdat er competition is. Ja, ja. In dat kader moet ik zeggen, als nu Insel Air met al die problemen die er zijn zou wegvallen, en ik hoop het echt, gelooft u mij, dat hoop ik niet, Dan krijg je weer dat je maar met één airline zit. Dan kunnen de prijzen omhoog. En dat zo, natuurlijk. Het is een vraag- en aanbodkwestie. Jack Uden, directeur van Jack Tours & Travel. We spraken hem naar aanleiding van het 28-jarige bestaan van zijn bedrijf en de ontwikkeling van de reis- en tourbranche in ons land.